Neetje met Presto, een spel van de Nationale Loterij. Een misverstand met tragische afloop? Derek denkt er het zijne van zometeen. Met onder meer Andrea Bocelli, Raymond van het Groene Woud en de Gypsy Kings. Op zaterdag 16 maart zingen zij in het Antwerpse Sportpaleis hun mooiste nummers. Naast een lied dat u zelf voor hen gekozen heeft. Tussendoor worden ook uw favoriete film- en tv-thema's vertolkt. Stemmen kunt u op het nummer 070-233-233. Op 27 maart op TV2. Nu is er ook Woondoos 96 en Dossier. Daarin twee videocassettes over wonen, bouwen en elektrisch comfort. Een dossier met een verzameling typebrieven en de bouwmap, waarin alles over energie en comfort. Voor meer informatie over Woondoos 96 kan u terecht bij alle agentschappen van ASMK. Toen in 1984 een grote stad in het Oostblok, Sarajevo, voor het eerst de Olympische Winterspelen mocht organiseren, herinnerden alle kranten aan de moord daar op aartshertog Frans Ferdinand, die de aanzet zou geven tot de Eerste Wereldoorlog. Wat ze jammer genoeg nog niet wisten, is dat Sarajevo een nog tragischer lot te wachten stond. Hoe kun je nu, 12 jaar later, nog geloven in de Olympische vlam, dat symbool van vrede tussen de volkeren? Toch maar een vraag over toen. De ster van de Spelen in Sarajevo won 3 gouden medailles. Wie was ze? U kan kiezen tussen antwoord A, de Italiaanse Michaela Figini, antwoord B, de Finse Maria-Lisa Hamalainen en antwoord C, de Française Marielle Guachel. U kan tot 12 uur morgenochtend bellen voor antwoord A op het nummer 0900-00-241. Voor antwoord B op het nummer 0900-00-242 en voor antwoord C op het nummer 0900-00-243. Er zijn 3 sportuitrustingen van Adidas te winnen, elk ter waarde van 5000 frank. Deze prijzen en dit Olympisch spel worden u aangeboden door het gemeentekrediet. Gemeentekrediet, bankier van Belgian Olympic Team. Meer dan 50.000 vrouwen werden in de Bosnische oorlog verkracht. Dat maakte deel uit van de oorlogsstrategie van de Serviërs. Ze verwoesten op die manier leven en toekomst van vooral moslimvrouwen. Morgen praat Jan van Rompuy onder meer met de Oostenrijkse Katharina Griep, die de slachtoffers probeert op te vangen, maar onmogelijk alle leed kan lenigen. De gruwelijke gevolgen van de oorlog in Schermen, op TV1. Derek komt in een wel zeer bizarre moordzaak terecht nu. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal heel simpel. Hij kan de beschuldigde meteen opsluiten als hij wil, maar het zint hem niet. De beschuldigde is namelijk geestelijk gestoord en weigert ook maar 1 woord te zeggen. De jongen is net uit een inrichting ontslagen en is thuis duidelijk niet welkom.